Soms moet je een besluit maken. En voor mij is dit stoppen met mijn Nederlandse muziek. Welkom bij de behind the scenes. Zie jullie me al zitten, jongens? Ik zie mezelf wel doen. Dit is bizar. Hey. Ik vind het spannend, hè? Ja. Ik zie het daar. Ja. En een celebrity in de auto. We zijn er, jongens. We zijn er. Mag ik een groot applaus voor Tristan? Ik vind Nederlands mij totaal niet liggen. Ondanks vooral ook het succes met papa, die wordt nog steeds maandelijks door honderden mensen geluisterd. Soms zeg ik papa of ik noem je bij je naam. Niet als jij er bent, want dan voelt dat veel te raar. Papa zal de clips en meeste liedjes in het Nederlands er nog niet verwijderen. Maar het is tijd voor een nieuwe stap. En ik ga iets doen wat ik heel eng vind, maar al heel lang wil doen. En dat is toch mijn eerste Engelse liedje uitbrengen. Welkom bij de Engelse pokoe van Tristan. We pakken groots uit vandaag. Vier politieauto's, niet zomaar politieauto's. Kijk maar even wat voor politieauto's. Jawel, dat zijn Amerikaanse politieauto's. Ik zou zeggen, stay tuned, want het wordt een heel dik eindresultaat, jongens. Even een kleine vlog takeover. We zijn dus nu op de shoot van Tristan. We hebben zeg maar vergunningen nodig. Die hebben we wel, alleen hebben we niet uitgeprint. En omdat de politieauto's die er nu zijn wel een vergunning nodig hebben, moeten we die kunnen tonen. Dus we zitten een beetje van, ja, hoe gaan we dit doen? Maar ja, wat een dag. We lopen een klein beetje uit, want we zouden eigenlijk al klaar zijn met een paar shots. Maar de meldkamer die moest nog even gebeld worden, want ja, we gaan straks met wapens, we gaan racen, we gaan met de sirenes aanrijden. Het moet allemaal wel even geregeld worden. Opa is er ook. Ook ik ben er. Wat een gezelligheid. Gewoon omdat ik kan. En kijk wat een dikke jas. Ja, hè? Ja, dat moet ik even filmen hoor. I know people die, but memories could never. I was hoping you'd stay longer, but I get it. Dit is camera view. Wat jij nu kan doen, ja, dit is echt vet. Dus jij kan nu de camera besturen. Oké, okay, dus ik ben degene. Ja. Jij bent de cameraman. Heel sick. Dus jij bepaalt wat er gefilmd wordt. Eigenlijk is dat echt het enige, want ik stel alle instellingen in en weet ik het wat. Kijk, nu ben je hard aan het werk. Het leven van een regisseur gaat niet over roze geuren maneschijnen, hè? Dat zien jullie maar weer. Rijden, twee auto's voor, die in het midden, twee auto's achter. En dat die droom van de voorkant komt. Sirenes allemaal aan. Ik denk dat dat echt heel goed is. Niet rustig eraan. De deur kan een klein stukje open. Gas, ja. Ja toch? De voorkant heb ik nog niet gezien, maar dit is wel dik. Ja, heb je die? Wacht. Ja, heb ik. Oké, okay, ga ik hem rebalanceren. Ja, hij staat nu op rustpositie. Dan mag je vanuit hier even gaan positioneren. Camera klaar? Oké, okay, dit ja. Is zo. Ja. Jij ziet ook wat ik film, toch? Uiteraard. Camera klaar. Dit is een goed shot, hè? Dit is stop. Ik ben gegaan dat je een beetje die zijkant van die auto hebben. En actie. Er mag meer afstand opgebouwd worden. Dan kan nu de interceptor die klaar staat zijn zwaailichten aangooien en eraf gaan. Mag er nog iets dichterbij komen? Jullie mogen iets dichterbij komen. Juist, ja. Einde shot. Hier gaan we linksaf. De weg is hier afgesloten. Heel fijn. Ja, dit is perfect. Houd dit even zo aan. Het lijkt heel traag, maar voor nu hebben we iets meer afstand met de auto. Vertel, waar zijn we mee bezig? Tristan wordt aangehouden. Hij mag op zijn knietjes. Oh! Ja, dat is het. We zijn nu op de laatste locatie voor vandaag. En eigenlijk ook bij de allerlaatste take, allerlaatste shot, allerlaatste alles. Hier word ik aangehouden. Dit gaan we in een paar korte shots nog filmen en dan zijn we klaar. Ietsje uitgelopen. Zometeen komt ik met de Explorer kom deze kant op, komen nog twee auto's achteraan. En dan is het klaar, dan word ik aangehouden. Dan is het feestje afgelopen en dan zit ik in de bak. En dat is de laatste shot in de clip. Mike, hoe ervaar je deze dag? Ik denk dat het echt een heel mooi resultaat is van Tracking Ops. Ik denk, die droombeelden van net. Heb je ze gezien? Ik heb ze net gezien met Justin. We hebben ze ook even heel snel bekeken. Maar voor hetgene wat ik heb gezien is echt persoonlijk. Echt persoonlijk. Nou, beter. Kijk wat er nu gebeurt. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1, actie!
That's very nice. Ja, niet zo goed. Oké, okay, klaar. It's a wrap, guys. Go check it out. Fun. Jongens, we zijn nu aanwezig bij All Out in Amsterdam. En super sfeervol. Het ziet er echt zo gezellig uit. Terwijl de clip vroeg me niet zo gezellig. Maar dat weet je, dat is een bijzaak. Kieren, die bestaat natuurlijk niet. Dus ik ga een spelletje doen in mijn eentje. Ja, er staan twee wijntjes. Maar zometeen is het allemaal mijn wijn. Ik heb dorst. Kieren niet. Ja. Oh. How's it going, man? Het gaat heel goed. Ik ben naar buiten gezet op beveiliging, want ik ben echt fucking helemaal Lazarus. Hij is dood. I'm gonna get some coffee. Vibing, you know? Hey. Hey, hey, wacht. Hey, we zijn PZ. Laat even je oudjes zien, man. Hey, we beginnen bij die patta, oké? We hebben vandaag Tommy Jeans patta. Patta, hoeveel? Een bakken 10. Brakka. Van de B&J 15. Ja, ik loef het. Hoeveel? Ja, luister, we zitten midden in de shoot. Deze kill die gaat weg. We hebben één sigaret om dit op te nemen. En die staat daar nu uit te branden. We hebben de shot nog niet opgenomen. Vandaag zijn we in Jimmy Bakkie. Waar is mijn vader? Dat is leuk op. Ik ga omhoog en nooit omlaag. De leeftijd. De videoclip is een rap. Ik zie dan officieel mijn eerste Engelse videoclip af. En ik moet zeggen, het werk wat het team heeft geleverd, het werk wat iedereen heeft geleverd aan de videoclip en hoe de videoclip er uiteindelijk uit is gekomen, ik vind het bizar. Beveiliging All Out Jimmy Woo staan allemaal in de beschrijving. Dus jongens, ik ben iedereen super dankbaar. Dit was het voor deze keer. En ik zie jullie bij een volgende aflevering van Dromen.